Right. All right, this is the GSD Centurion Rollball Club's Mans Senior Enkels Kampioenskappe finale wedstrijd tussen Frans Iman, wat die lood gewen het en hy het eerste die witbal afgerol, en Wim van der Waals. Die eerste witballetjie is teruggesit op die 2 meter merk, hy was byna in die sloot gewees. Dus ek kon sien. En daar gee Frans sy eerste rol. Ek dink die lyn lyk heel goed. Hier kom die bal, hy is bietjie kort. Seker so 2 meter omtrent. Is nog maar sene wees. Frans het in sy pad na hierdie posisie toe een baie taai wedstrijd gehad teen Ernst Miller, wat hy uiteindelik met 21-20 of 21-19 gewen het. Het was soiets soos 27 koppe gewees. Wim, sy wedstrijd om in die finaal te kom, het hy met Brian kleingeld afgereken. 21-8. Het was nie een baie moeilike wedstrijd nie. In die semifinaal het Frans afgereken met Hannes Botha. Ook een baie vinnige wedstrijd. Ek denk die telling was ook omtrent 21-10 of so iets. Nou, Frans, Hannes en Wim is al 4 spelers wat nou in die senior spelersvereniging se meesterstoernooi gespeel het, en Hannes is inderwaar die meesterskampioen. So die ouens het al min of meer te mekaar gespeel, maar hulle speel gereeld op woensdagoggende by teen mekaar. Maar hier is daar nou heeltemal 'n ander soort wedstryd. En lyk of Wim wel een bietjie sukkel om sy gewig te kry. Hy het nou nog nie een bal op die perk gelos nie. Lyk of daar is een goeie bal van Frans, miskien een bietjie nou. Maar hy stamp homself op, so hy lee op die oomblik 4 skote. Hier kom Wim sy laaste bal en hy gaan ook deur wees in die sloot. Die bane, soos ek sê het, vanoggend het ek op hulle gespeel en het was nogal baie moeilik gewees, hulle is baie vinnig. So die manne moet sal 'n tydjie vat om aan te pas. Nee, jy weet, as een mens speel vir 21 punte, is 4 punte al een hele klomp punte, is al 17 nader as aan jou eindtelling, of aan jou einddoel. Hierdie witbal, het lyk my, is ook in die sloot. So, Wim sal hom nou terug, ach, anders wat die merker is, rol hom terug, en dan kan Wim nou weer probeer. Ek vermoed dat Wim gaan probeer kort speel. Hy mag die mat skuif natuurlik. Ja, hy probeer korter speel.
Frans rolde de eerste bal in de tweede kop. Dat is een ding van Frans, hij kan geweldig goed trekken, hij kan zijn gewicht verschrikkelijk goed beheren. En ik denk dat is waar Wim vandaag moeilijkheid gaan hebben, want Frans is baie goed om te trekken. En dit kan betekenen dat Wim niet, als hij niet nabij genoeg is, dan gaan hij een probleem hebben. En dat is net weer een bewijs van Franse vermoeiens. Nou komt Wim. Gewag is niet slecht nie, maar hij is piekie voorbij. Zeker zo 3-4 meter voorbij. Frans het daar in een piekie wijd gespeeld. En nie met genoeg gewag nie, so. Ek dink hierdie bal van hom gaan oor die middellijn hardloop. Voor hy by die jack kom is nie een slecht positie daar nie, hy kan een blokker wees. As Frans nodig sou hê om te drijf, maar in die stadium het hy nie nodig nie. Kan natuurlijk vir Wim een probleem wees. Want hy moet daar voorbij kom om te drijf, as hy wil. Kom nog een goeie bal van Frans, bykie voorbij. Goeie bal aan die achterkant van die witte. Achterbal is nooit verloren in die selle. Denk we is hier zo weer bezig om zwaar te trek. Denk ik kan dalk 4 weer 4 afwees. Als het toe aangaan. Zo aangaan is die wedstrijd bij je vannacht voorbij. 3 voor Frans. Goed, het was 2 geweest. Zoals zien, dat was een beetje van een ongelukkigheid door de bal wat weggeskop is. En mens moet maar die ballen los dat die opponent het doen en klaar krijgt. Ja, hy hou nog die skoot. En nog een baie goeie skoot. We hebben gevra wie hou die skoot en dan is het vir hom gewys. Dat Frans siek steer hou. Look at that school.
Frans is een beetje kort. Dan speel ze rughand om die bal te komen. Kijken of hij die bal kan optellen. En daar stamp hij hem ongelukkig nader. En zijn bal is in die sloot. Wimse bal. Is in die sloot. Weer een raakbal van Frans, hy lê nou 2, hou nou 2 skote, en dit is nou een ding waarvoor Frans baie bekend is, dat hy so kan trek. En het lyk my soos 2 vir Frans. Anders stel niks aan nie, zodat die speler zelf kan kijken. Maar dit is maar volgens die camera ook van hierdie hoek af, lijkt het mij soos 2 vir Frans. En we haal 1 bal uit. Frans het 2 opgetel. Ja. Uit. Just look at. Telling is 8-0 in die guns van Frans. Op die derde kop. Soos ek sê, as jy so aangaan, dan gaan hierdie wedstrijd nie baie lang kan hou nie. Frans is seker so 2 meter kort en Wim is voorbij en ek is bevrees hy bal val in die sloot in, want die wit bal lê natuurlijk op die 2 meter merk. Die strategie van baie spelers sit om lank en hoop die opponent sukkel met sy gewig en dan kry jy al die skote. Maak nie regtig saak waar jy op die baan lê nie. Hier is weer een baie goeie bal van Frans. Het is interessant dat Frans is een relatieve nieuwe speler. Hy speel nog nie 5 jaar lang nie en Wim speel al baie jare lang. En maar Frans het baie vinnig geleer van die strategie van hierdie spel. Stamp hy sy eie bal nader. En nou lê hy definitief 2. Wim het het reg gekry om sy een bal op die baan te hou. En daar is die tweede bal. Ek dink Frans hou nog 2 skote. Frans weer met een baie goeie bal. Gewig is prachtig. En hy gaan die witbal raak. Ja, raakbal. En hy het daar so sy
dink dat die derde skoot. Kan nie rechtig sien van hierdie kant afneem. Hom se vierde bal. Dis 'n baie goeie bal hierdie en ek dink hy kan dalk die skoot trek. Ja. Hy raak bal en hy het die skoot daarsom. So dit is nou 1 vir Wim. En 8 vir Frans. Wim het nou een van sy ou tricks probeer uit. Die bal precies 23 meter ver gerol. Die mat is precies op die 2 meter merk. En die wit balletjie is op die 23 meter merk. So dit is 'n wettige bal. Nou, in die wedstrijd tegen Brian het Wim die wedstrijd gewen op grond hiervan, want Brian is nie een speler. En Wim het sy eerste bal baie mooi netjies langs die witbal getrek. Hier kom Frans en hy steel die skoot. Hier is die soort van tykop. Kop en naby, balle naby die jack. Hierdie stadium lyk het my of hom 2 kan hou. Lyk beslis soos 2 vir Frans, as ons net kyk wat sê Hannes, die merker. Maar hy laat die speler self besluit. Een, uitgehaal vir Frans. Een.
Ja, mens kan amper voorspel, is reg. Vlaas gaan een lange rol. Ek wil sê, ons het een oom in die naam van Gert Goosen wat hierdie bane merk, maar as jy nou kyk van waar ek nou sit hier so, het Gert nie een touw gebruik om hierdie baan te merk nie. Nou, ek dink in daar waarheid nie Gert het die baan gemerk nie. Hier kom Frans die eerste bal. En bietjie nou gespeel en hy is so 2 meter deur. Hier kom Bim, hy is bietjie wyd gewees. Hy is ook so 2 meter deur, maar hy is meer as regheter. Goeie beter lijn gehad is Frans. Daar is mense wat sê hierdie kommentaar klink soos cricket kommentaar. Maar my naam is Gerrit Oveheer nie. Ek kan nie voorspel wanneer die 3 gedruk gaan word nie. Maar Frans het nou die skoot getrek. Frans hou weer 2. Kijk, net een mooie trek Frans daar zo uit, nou hou nou 3. Ik moet sê, wil my hom self in, hy kan baie makkelijk probeer drijf en hierdie balle uit die mekaar uit dat spat, maar hy het dit nie reg gekry nie. 3 vir Frans. Ons is al oor halfpad na 6 koppe. Twaalf, 1 is die telling. Amper die indruk dat Frans met mechanische preciesheid hierdie wedstrijd wil wen. Redelike langkop en daar trek hem so 2 meter voorbij, 2,5 meter seker.
En daar trek we hem. Die is goed. Nou, dit plaas onmiddellijk voor Frans onder druk. Dus kom ons kijken hoe verwerk hij dit. Pad lijkt baie mooi van hier af. En hij is zo een meter voorbij. Is weer zo'n meter kort. En die groot geheim van die spel is, jy moet bestendig wees. As jy eers jou eerste bal by die jack gekry het, moet jy probeer om die rest van jou balle ook daar te kry. Frans is nou weer voorbij. Twee balle langs mekaar, maar is ongelukkig nou bietjie ver van die jack af. Dit is wat de mens moet doen. Twee ballen bij elkaar op die jack. Ja. Frans is een beetje te veel gewicht afgehaald. Hij is te kort. Nou kom hom, hy het een goeie kans nou om 3 op te tel. Dalk selfs 4. Het kan dalk die keerpunt in die wedstrijd wees. Ja, baie goeie bal. Uit 3. Kom ons kyk wat sy aan is, hoeveel schote is dit. Daar het hem nou een hele 3 opgetel, baie goeie skoot, goeie kop vir hom. En lyk my is nou op. Interessant dat hem nou so lang kop probeer. Hy het natuurlijk gesien die vorige kop wat lang was. Het is die skote opgetel, so hy is heeltemal gelukkig daarmee. Ja, is van hierdie manne, wat is hulle speel van, nie, soos hier by ons klub en by ander klubs wat nie sonder alcohol die baan kan betree nie. Wim so 2 meter deur, Frans is seker so 3 meter kort en hy het daarom, Wim het daarom die skoot in hierdie stadium.
in die wedstrijd tegen Brian het Wim ook diezelfde paadjie geloop het. Ons na stadium 7-0 achter gewees. En toe het hy skielik net begin optel en het eindelijk 21-8 gewen. Nou hierdie kan dan weer een herhaling daarvan wees, so het nou die eerste skoot. Dalk twee skote. Kom Frans. Die bal is net bietjie nader gestamp en lyk my van nou hom hou definitief een skoot. Frans nou probeer doen of sy eie bal opstoot of die rooie bal van Wim uithaal. Pat is goed vir die opstoot of hy kan dalk natuurlijk ook die check optel. Oeps! In Engels is daar een gesegde wat sê holes are bigger than balls. Dit is nou wat hier gebeur het. Ons kan dalk nou hier so sien waar Wim sy ervaring teenoor Frans sy jeugdige voortvarendheid inkom. Definitief nou bezig om beter te speel in termen van nader aan die jacktrack as wat Frans doen. Hier is maar een baie sielkundige wedstrijd. Die spel is in elk geval is baie sielkundig. En ek denk daar het Frans nou dalk die skoot getrek, ja. Het lyk so. Dan weer deurgespeeld. So het gaan nou oor wie die druk die beste kan verwerk. Frans kan nou baie gemakkelijk raak omdat hy ver voorloop. En Wim kan nou baie meer concentreer. Maar Frans speel uitstekende wedstrijd. Denk hy hou dalk nou 2. Wat wys dat hy kan die druk verwerk. En Wim sukkel, die bal was helemaal te nou. En is nie na by die skoot nie. Frans gevra, wie hou, wat er bal hou? En hy weet, is sy bal. So hy gaan nou net die derde skoot daar probeer intrek.
Nee, ik weet niet. Zijn lichaamstaal zei voor mij dat niet gedoen nie, nee. Zo, dat lijkt voor mij zo'n 2. Kom eens kijken wat ze aan is. Ja, en je kan kijken. Frans heeft 2 opgeteld, hij is nu 15. We hebben niks gekregen, hij is 5. Die minimum aantal koppen waarmee een mens als enkels wedstrijd kan winnen is 6. Dus nu als je elke kop 4 optelt, dan heb je die 6e kop nodig om die extra 1 op te tellen om 21 te krijgen. Maar die wedstrijd is op die oomblik op 9 koppen en Frans is al meer dan 2/3 naar die eindtelling toe. Eerste bal heb ik hier voorbij. En hier komt bam. Hij is ook voorbij, maar hij houdt die skoot. Frans weer op een goede pad. Telk een beetje wijd. Ja, die bal wil niet helemaal terugkomen naar waar hij moet hier. Maar hij kan dan nog eens goed wees. Hier komt Wim, een beetje sterker. Of niet? Ja, net buitenkant Franse bal. Ik denk Frans houdt dan nog eens goed. En daar is hij. Die skoot getrek door Frans. Die groen balle doen maar die werk. Wim het weer te wijd en te sterk gespeeld. Weer een stekende bal van Frans. Zo een meter kort. Maar hij houdt ook weer 3 ballen. 3 skoten. Kom een goede bal van Wim. Zodat hij witte kan optel. Maar hij hardloop deur en ek denk is ook weer 3. Ja. Bevestiging van die merker. Nou het Frans nog net 3 punte nodig, 3 skote nodig. Spelersstem staan is 3. 3 vir Frans, so hy kort nog net 3 punte. Dan het hy die wedstrijd gewen en die kampioenskap gewen.
wel baie Frans baie goed speel en baie fenomenaal speel, het ek al wedstrijde gesien waar mense so ver achter was en uiteindelik die wedstrijd gewen het. So ons hou maar duim vast vir Frans en ons hoop Wim kan een bietjie beter doen as net 5. Maar ek dink die druk is redelijk groot op hom. Franse bal bijna net bietjie voorbij die witbal laai kant. En Wimse bal is bijna in die sloot of het ingeval. Wimse bal het ingeval. So Frans hou 1 skoot. Wimse bal en ek dink nie hy het die skoot getrek nie, ek weet nie, kan dalk wel wees. Frans nou moet doen, hy moet die rooie bal uitstamp of hy moet maar net bloot wegtrek, maar hy is te kort. En daar trek Wim die skoot so, hy veer die aanslag een bykie af. Frans gaan nie nou in hierdie kop. Die wedstrijd weet nie, tenzij hy van die 2 rooie ballen kan ontsla raak. En sy bal gaan netjies voorbij. Nee, hy is te kort. Wim vraag of hy die skoot hou en dan is bevestig. Anders sê dis meet vir 2. En Wim as hy mense afvraag sê hy moet jou hand so hou soos hy nou gedoen het, so dat het lyk soos 'n geleide missiel. Kom ons kyk, daar trek hy die derde skoot. So hy die aanslag afgeweer. Wel, is 'n meet vir 2 gewees. Kom ons kyk. Frans haal 1 bal uit. Anders meet. Tweede bal is uit. Lyk vir my soos 2. Twee vir Wim. Telling is nou 18-7.
Hier kom Wim sy eerste bal vir die 12de kop. Telling 18-7. Ons pad lyk baie goed en sy gewig lyk ook baie mooi. En hy trek die skoot. Byna haar raakbal. Hier kom Wimse bal. En is die raakbal, skuif die bal. En hy hou die skoot. Hierdie skoot van hom is dalk 'n bietjie wyd. Ek dink hy gaan terugkom na die kop toe. Oh, wat weet ek, daar is 'n tweede skoot vir Wim. Hierdie spel is nou maar so, nes jy dink dis verby, dan is dit nie verby nie. Kom sy vierde skoot is ongelukkig. Of, ja, trek hy derde skoot, ja. Het gelyk of hy dit nie gaan maak nie, maar hy is toe nou daar. Sy derde skoot vir Wim. Frans moet nou net trek. Hy het bietjie met meer gewig gekom en ek is bevrees. Hy gaan nie die skoot kry nie, want hy het nou verby die jack om geraak en om geskuif. Wim kry 3 skote. Wat ek net nou gesê het van terugkom in 'n wedstrijd. Van 13-5 af. Wel 18-5 af is of hom nou 18-10 is week. Het gebeur baie keer wanneer een speler so ver voor is. Dat hy op sy gemak raak en aan die ander op die opponent die kans gee om in te kom en die skoot in die wedstrijd terug te kom. Hy wou van Frans het snaaks geloop, hy is nou van te nou natuurlijk. Maar hy hou die skoot en leef voor Wim sy bal. En Wim is voorby, bietjie te swaar. Weer te nou.
maar hij houdt twee skote. Dit was een beter pad, dus die skoot nader aan die witbal. Dat is Franse twee ballen so, ja. Die bal is, kan nog inkom, maar ek denk hy is te kort. Ja, en hy was te wyd in die begin. Wel een beetje te ver deur, ek denk hy hou nog net een skoot in hierdie stadium. Frans gaan nou sy vierde bal speel. En hierdie kop is voorbij. Let's kyk wat maak Frans se bal. Nee, nie nabij genoeg nie. Let's kyk wat sê Hannes. Een vir Wim. Telling is nou 18-11 vir Frans. Nou die 13e kop, en is telling 18-11. Prachtige skoot van Wim. Reg achter die witte. Lyk my het was een raakbal gewees. Sekerlik een van die veiligste beste skote in die spel. En Frans is natuurlijk onmiddellik onder druk om die witte of die raakbal te skuif. En dit is die moeilike deel van die spel nou. Al wat Wim hoef te doen, hy moet net nog drie ballen daar in trek. En daar kom die tweede ene. Feitelik raakbal. So Frans het nou bietjie werk om te doen. Kom met een bietjie extra gewig. Pat is goed. Ja. En hy stamp een bal uit en hy stamp die ander bal weg en hy kan dalk die skoot hou. En dis een meet, sê Hannes. Hannes sal natuurlijk die meetwerk moet doen. Dit was een baie goeie skoot van Frans gewees daai, om daai situasie so te verander. Dat is wel een beetje kort. Wat gaan Frans doen? Gaan hy nou rughand speel? Ja, hy mik vir rughand. Bekijk of hy die ander rooi bal kan skuif. Lijn is goed, maar ek denk hy is bietjie sterk. Bal gaan nie genoeg draai. Was bietjie wyd ook gewees. Frans het nog een bal om dit reg te kry. Wat Wim nou kan doen is om een blokker in te sit, wat hy nie gaan doen nie. Want hy is heeltemal te wyd. En hy is ook deur.
mens wil bijna sê, is het nutteloze bom. Hier kom Frans met een beter lijn. Ons kyk hoe lyk sy gewig. Bal kom baie mooi in. En hy is net, maak hy dit nie. So het lyk of het 1 is vir Wim. Maar ons laatst gehoor is een meet. Kom ons kyk. Spelers moet besluit of hulle wil hê die merker moet meet. En as hy gemeet, wat daar sy. Anders gaan op sy knie. Hy stut die witbal. As hy witbal sou beweeg, dan kan hy die uitslag beïnvloed. So die witbal kan nou nie beweeg nie en nou moet Anders met sy instrumente bepaal. Hier is een moeilike meter. Dit sou in een normale wedstrijd geval wees waar jy die skeidsregter inroep met sy speciale instrumente. En anders wys vir ons is 1 vir Wim. Wim het nou 12, Frans het 18. Goed, ons is nou reg vir die 15e kop. Wim in die witbal gegooi, gerol. En hy rol die sy rooi balle. En kom ons kyk. Het is altyd makkeliker as een mens die witbal gerol het om die gewig te bepaal. Want jou spiere onthou min of meer waar jy gerol het en dit geef jou die aanleiding om die gesellige wig te rol. Franse bal lyk of hy trek baie beter daarin. Omtrent 6 duim korter, kort, so 15 cm kort. En die druk is onmiddellik weer op Wim. Die bal van Wim is bykie te ver deur. Frans hou in hierdie stadium die skoot. Dit is bykie wyd gewees, denk ek. Hy gaan nie terugkom nie. Daar in my oor Frans die skoot, denk ek.
Daai kan die tweede bal wees. Nee. Is te kort. Is het nu net voor Frans bevestigd dat hij die skoot lê. So hy sal waarschijnlijk nou een optel, wil met probeer om die witbal te skuif. Sy vorige skoot, maar dit het nou nie gewerk nie. Frans speel veilig, as hy die skoot het, sal geen rede om nog een te, mens hoef nie vraatsig te wees nie. Telling 19-12. Moet sê, ons is nogal gelukkig, ons kan sien Wim speel met rooi balle en Frans speel met groen balle, so mens kan daarom die balle uit mekaar ken, as dit nou altyd met swart balle of dieselfde kleurballe gespeel het, so hulle normaalweg 'n plakker opgeplak het met 'n kleur gekleurde plakker opgeplak het, so mens kan die balle uit mekaar ken, uit balle kan uitken. Frans het nou kans gehad om weer die witte te rol en hy het hom lank opgemaak. Hy het ook nou bykie meer op sy gemak. Hierdie ene is bykie wyd gewees en een bykie deur. Meter of twee. Lyk hier soos 2 meter van hier af. En hier kom Wim op die selfe pad. Hy is baie vinniger, die bal gaan definitief in die sloot eindig. Nee, ja, in die sloot. Rol Frans, die tweede bal. Want hy het nog net 2 skote nodig om die wedstrijd te wen. Speel baie, baie versigtig. Daai bal is seker 3 meter kort. Hier kom Wim weer met 'n goeie lyn. As hy die wit bal in die sloot sit, kan dit 'n baie interessante situasie wees. Maar nee, hy trek die skoot. Frans met die rughand. En die bal so 1.5 meter deur. Hem speel ook na rughand. En sy bal draai baie mooi in. Hy gaan net langs die ander net voor die rooi bal. So Wim hou nou 2 skote. Frans bietjie sterk in die sloot in. Goed, al 4 balle is gerol, lyk of Wim 2 hou hierso van
van die 8 ballen is 3 op die wal. En ik denk van Mout 2. En die telling is 19-14. Na die 16e kop. Seven in de kop, lever die eerste bal af. Ons gras was niet baie goed, hè? Daar is een baie beter bal van Frans. Hou hy weer die skoot. En hy trek een baie goeie skoot. Raakbal. Kan weer Willem vra nou of hy hou skoot hou en hy sê kry inligting hy is nou nie die skoot nie so Frans het daar die skoot getrek Hannes, sy het een fout gemaakt, Wim hou die skoot. Daar is die skoot van Frans af. Misschien een bietjie ver deur. Wim hou nog die skoot. Het is een baie goeie bal van Frans geweest. Is net die gewag. Baie goeie bal van Frans. Maar net te nou. Is eindelijk lekker om hier te sit vandag, want is die hele klompie van ons lede wat die wedstrijd ophou. En mens hoor kort toe. Reageer al op die skote.
En dit kan nou. Een verwam. Telling 1915. Nou, 17 koppe. En ons het gedink het gaan 'n vinnige wedstryd wees. Maar Frans sukkel net om daai 2 punte op te tel wat hy nodig het om die wedstryd te wen. Wim se eerste bal, goeie gewig of goeie gras. 'N bietjie ver deur, maar is 'n goeie bal in agter die witte. Ah, trek Frans, die skoot lyk dit my. Nee, kom Wim met nog 'n beter bal. Nee, hy is verby. Frans was bietjie nou en baie kort. Kom van dalk te veel gras. En hy is weer verby. So in hierdie stadium hou Frans een skoot. Rol uit en nou. Sene wees nag, maar hier so in hierdie stadium van die wedstrijd. Trek hom nie skoot. Kom Frans se laaste bal. Hy is bietjie sterk. Hy kan nie die skoot kry nie. Telling is 19-16 vir Frans. 18de kop. Net nou gesê het, ek dink die wedstrijd gaan nie lang hou nie. Ek moes sekerlik in ag geneem dat Wim is 'n baie ervare speler. En hy gaan nie sommer lê nie. En Frans is miskien bietjie minder ervaring, maar hy byt goed vas. Trek Willem Bum weer een baie goeie skoot.
Frans een beetje dier. Dier. Waarom stampt zijn voet? Nu weet ik niet of dit. Wat dit betekent, kom eens kijken wat betekent het. Ik denk niet dat betekent moeilijkheid. Nie. Niet voor hem, nie, dat is die tweede skoot wat hij trekt. Nou ja. Als je nou hier zo twee zal optellen, dan is die puntenverschil 1. En dan kan enige een rechtig die wedstrijd winnen. Frans het nou probeer geen vinnig speel en drijf en hy het er nou gespeel. Wim trek weer een goeie skoot, ek denk het kan die derde skoot wees. O nee, hy is voorbij. So hy gaan definitief 2 hier optel, tenzij Wim het die tweede skoot getrek nou, tenzij Frans hier kan inkom op een manier. Ja. En die telling is nou 19-18 Franse guns na 19 koppe. Daai laaste 2 punte was al menige mense ondergang. En ons het nou weer in hierdie wedstrijd gesien. Goeie speler kan baie keer, baie goed terugkom. Ons begin ook die beperking kry van 21 koppe. Ons gaan waarschijnlijk so 'n bietjie meer as 21 koppe. Wel, ons weet nie, die volgende kop. As Wim 3 optel, het hy die wedstrijd gewen. As Frans 2 optel, het hy die wedstrijd gewen. Maak die lewe baie interessant. Twintigste kop, hier kom Wim se eerste bal. Bekie nou en bekie wijd, of bekie nou en sterk. Hier is Wimse bal, Franse bal, excuse. En hy trek hom binnen 30 centimeter van die bal, witte af. Onmiddellik is Wim onder druk. Ek denk hierdie bal wat hy nou gerold is, bekie wijd. En bietjie sterk, so hy sal nie die skoot optel nie. Nou moet Frans nog net 1 skoot optel en hom behou, dan is hy die kampioen. Ek dink hierdie bal is ook bietjie wyd en ek dink hy is ook te kort. Op die oomblik hou hy die 2 skote waarskynlik. Ja. Lyk so van hierdie hoek af. Nou kom Wim se bal en hy is ook weer heeltemal te wyd. Frans se derde bal. Gras is baie beter. Lyn is baie goed. En hy trek beslis die tweede skoot. En allemaal raak nou stil opgewonde. Oeh, Wim het sy best probeer om my witbal op te tel my. Hy het nie. Frans doen nou een pikkie van een dom ding as hy hier so in hierdie kop so inspeel en hy spat uit mekaar uit, kan hy die wedstrijd verloor, maar hy lyk my speel veilig. Seker net nie lis om sy bal so ver te dra. En daar is hy, my wen die wedstrijd
met 21 punte teen 18. Op die 20ste kop. So ja, goeie wedstrijd. Wim het teruggekom van 13. 8-0 achter was, 13-1 achter was. Baie goeie wedstrijd om te verloor net met 21-18. En Frans is nou die klubse senior kampioen. Ons sê vir Frans en vir Wim baie geluk met die mooie wedstrijd. En vir Frans met die oorwinning. Ja, Wim is sy naam verskyn al op die beker een paar keer. So, hy lyk alright. Goed, baie dankie vir allemaal wat gekyk het. Mooi bly. Ons wil daarom ook net vir Iver en Kara, wat die technische verzorging gedoen het. Iver het hier achter die rekenaars gesit. Kara achter de camera. Baie dankie sê dat hulle vir ons hier kom help het, om hierdie ook een unieke ding van Centurion Robot Club te doen. Eerste keer wat ons een wedstrijd opneem vir plasing op YouTube. So, kyk gerus en geniet het.